Het centrum van Sint-Gilles-Waas heeft er een gezellig vernieuwd café bij. Marie Hendricks en Mark van Meerveld heropenden vorige week de deuren van Café Het Niveau. Een café voor jong en oud. Deze avond is de opening van Café Het Niveau. Zowel voor jong en oud. Vanaf maart gaan we eten serveren. Beperkte kaart, maar wel heel lekker. Het Niveau bestaat al enkele jaren, maar bij de overname hebben Marie en Mark besloten om het interieur en het concept in een volledig nieuw jasje te steken. Door de ervaring van Mark als zaakvoerder van Alpha Sound, waar hij professioneel licht en geluid verhuurt, mag het resultaat zeker gezien worden. Ook over het vernieuwde concept is nagedacht om zo'n breed mogelijk publiek aan te trekken. Wij zijn een café dat alles biedt. Dus we hebben hedendaagse muziek, maar we hebben ook op zondag bijvoorbeeld een paar keer in de maand of een paar keer in het jaar dat er een zanger komt. En die gaat dat dan voor senioren hier helemaal oké maken. Voor de jeugd gaat het op zaterdagavond en op vrijdagavond zeker heel tof zijn met heel veel ambiance. En in de week gewoon om een koffieke te komen drinken en eens te komen biljarten voor de ouderen of de mensen die van het werk komen. Het is hier echt heel plezant. Het is echt zo een familiecafé en dat merkte ook meestal wel dat er een keer wat spanningen zijn en dan is het uiteindelijk lachen en plezier maken. En ik denk dat de mensen dat wel graag hebben, dat ze in een echt café terechtkomen eigenlijk. Caroline, de vorige uitbaatster van het café, heeft er alle vertrouwen in dat Marie en Mark zullen slagen. We hadden dat aan niemand anders beter kunnen overgeven dan Mark en Marie, want die hebben er ook de volle goesting in. Dus ik heb er alle volle vertrouwen in en dat goed gaan doen.